Luisteraars, dit is een valse start. Met spoed terug op je plaatsen. Een valse start. Bedrijf zich volkomen te pletten gewerkt, mag ik eigenlijk wel zeggen. En om een reden te vinden om een salarisverhoging voor de goede man te organiseren, bedacht om toch maar naar rijberaad met mijn vrouw om te zorgen dat hij een passende titel krijgt. Hij wordt vandaag dan ook benoemd als adjunct-directeur van ons bedrijf. En we zijn hem zeer erkentelijk, want in de afgelopen 8 jaren dat hij bij ons heeft gewerkt, moet het u toch ook zijn opgevallen dat onze cijfers eigenlijk wel behoorlijk zijn omhoog gegaan. Mede dankzij Anton, want dat mag ik in dit bijzijn van jullie allemaal wel eens een keer zeggen. Ik vind het alleszins een applaus waard en ik benoem je hierbij tot adjunct directeur. Je hebt het absoluut verdiend. Oscar Radio, Mike Eken. Leeuwarder Gruthandelsbedrijf Lasselek Holding in Gruthandel in automateriaal en gereedschappen VB Venema Beheer. Mijn vestiging in Grijns, Zwolle en Winschoten. Bij Lasselek werken verspreid over 15 vestigingen 350 mensen. Deze technische groothandel behaalt een omzet van 90 miljoen per jaar. Destien in totaal 90 werknemers en een omzet van 24 miljoen bij Venema Sinoer. Mediopharma, de Zaanse fabrikant in groothandel in geneesmiddelen, heeft in het eerste kwartaal van 1999 een omzet boekt van 480 miljoen. Dit betekent een stijging van 130% ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar. Hoe de winst is, hoe directeur Fontijn juist net zegt. We kiezen ervoor om te wachten op het jellige bericht. De sterke groei werd veroorzaakt door de aankeep van Britse groothandelsactiviteiten in de zomer van verleden jaar. Zonder de omzetten van McCarthy en Butler en Sam zou de omzetstijging 8% geweest hebben. Kwaad al 5% boven het land. De winst van Utjouwer Wegenaar Tijl in de eerste helft van het jaar. Wil je nog dat ik het... Ja, mooi.
schiet. Help! Jongen, jongen! Hey, jongen, wie is er? En de weg, Jack. Help! Kom op. Kijk naar rood, man. Machtig. Goedemorgen, Benny Meijer. Jongen, jongen, jongen. Is dit een manier om lekker te werken? Maar dat best het wel. Ja, nou wel. Nee. Jongen, dat maak ik wel. Hé? Jan van Jongenen. Hé, hey, toch krijg ik best het verkeerde vaak kozen. Ikke? Ja. Nee. Nee? Dit is pure hobby. Ja? Dit is echt pure hobby. Ik heb naar je tastel gekocht en naar je Canon. Ja. En het is zo'n mooi ding. Het zet zich automatisch op het doel. Zet het zich scherp. En dan denk ik van die sponsje. Maak je voor foto's. Is dit een nijster? Gewoon om hem even nu te testen. Ja, hij is echt hartstikke nijst. En nou, het is gewoon hartstikke mooi ding. Ja. Hé, hey, dan moest binnenkort even bij mij thuis komen, want ik heb een nieuwe auto kocht. Ik kom vaker nog bij die thuis, maar als het een nieuwe auto kocht is, dat wist ik niet. Ja, dat is mooi. Ding, ja. Ja? In Tsjechoslowakije. Tsjechoslowakije? Ja. Er zijn er maar 40 van in de hele wereld. Ja. Van die vleugelwagen, dus hoor. Ze hebben ik gebruikt voor een film daar. Ja. Mooi ding. Goh, moet ik even foto's van hem. Hartstikke. Nou, maak je even een statieportret van hem. Ik stel wel even regelen. Hé, hey, dat regelen we even. Ja? Ja. Is dat van een weekend hier? Jawel. Ja. Zoals je gehoord hebt. Ah, we zullen afmaken. Tjerno, oké, wat mooi. Ja. Ja. Maak je een klap.
Sorry to trouble you, but correct me if I'm wrong. Haven't you a friend called Miss Sjoukje van Doorn? Sjoukje? Yeah, sure. Who's speaking, please? And if my information is correct, doesn't Miss van Doorn come from Holland? She sure does. Okay, then I have a message for Miss van Doorn. Perhaps you could give it to her. Is that possible? Yes, of course, but wouldn't you rather speak to her yourself? She just happens to be nearby. She's with the horses. No, that won't be necessary. Would you please tell her that someone she knew in Holland has just died? Died? Who? Would you say that Anton de Vries is dead? Van die spits van de jouwe was even leiden. Die spits is Johannes. Wat? Is dat een broer van mij? Ja, dat wist ook ik wel. Slecht spelen. Nou. Yes, sir. Of had het te lang in de zin lang of zo? Gaat hoor. Ja, nou, dan wist de lieve jonkje nou. Hé. Ja. Ja, ik zag er eens best erg op hoor, maar het valt me reuze mee. Ja. En door liet ze vliegen komen. Ja. Kom eens even. Ja, ik had nooit gedacht dat het zo zou zijn hoor. Nu mee vasthouden. Nee. Ach, doe joh. Het zou net iets voor jou zijn. Nee. Mag even. Dat zat je hartstikke goed. Hé? Kijk eens naar. Ben je al een beetje gewend in Friesland? Oh, jawel. Ja, het went wel. Ja? Ja. Wat deed je in het Westen ook alweer? Ik zat in de reclame. Ja, het is best moeilijk om weer zo'n baan te krijgen. Nee, ja, maar ik heb ook eigenlijk geen tijd voor jou. Geen tijd? Jij zit alle dagen thuis. Ach.
Hoe is het met Anton? Goed? Ja, nee, dat gaat prima. Ja, druk hè? Oh, kent het? Is je een beetje depressief of zo? Hoezo? Nou, ik zag hem laatst lopen bij die paardengokkerij daar. Hoe heet dat ook alweer? Ledbroek of zo? Ledbroek? Ja. Ja, en hij zag me niet eens. Ik zei nog van, hey Anton, maar nee hoor, hij liep zo door. Ach, je kent hem wel, zijn vader was ook zo. En... ik denk dat hij iets van zijn vader heeft hoor. Heb je hem wel gelezen? Anton. Goedemorgen. Alsjeblieft. Ja, dank je. Tot volgende week. Ja. Hoi. Ja? Ik ga vanmiddag naar Amersfoort. Alweer? Ik ben thuis. Mag ik u dat?